vandaag alweer zaterdag 10 augustus en we leven om 7 uur 48. Ik moet opschieten, want ik moet de trein halen van 4 minuten over 9. En ik moet om 9:15 al op het station wezen om me eigen te melden. Want ja, zoals jullie weten, ik reis goed mobiel. En dan krijg je hulp en begeleiding om erin en eruit te kunnen. Ja, dat waarom ik zo vroeg dan uit ben en met de trein mee moet, dat is omdat ik wil naar Karin en Roderick toe gaan. Want Karin die viert haar verjaardag, daar is ze afgelopen woensdag 7 augustus jarig hoor. Maar jullie gaan mee? Jazeker, en Ewan die wil eten. Ja, ik wil zelf ook eten. We gaan vandaag genieten, ondanks dat het heel achterlijk vreemd, idioot weer is. Het is, vind ik, warm, vooral in huis. Maar het stormt als een raket hier. Alleen nog aan de kust zou het stormen. Code geel, maar richting Karin, dan is het weer goed. Dus ja, we zullen het beleven. Ook regent het. Dus ja, ik moet mijn regenkip maar even bij de hand houden. Dus die gaat er zo meteen bovenop. Ja, als het al dan nog niet regent. En dan hoop ik dat ik er droog over kom naar het station toe. Maar ik wens jullie ook een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We gaan nu dus snel aan de gang, koffie eten, et cetera. En het is al bijna allemaal ingepakt. Deze gaat in mijn handtas. Dus ja, komt allemaal goed. De GoPro gaat mee, die is ook opgeladen. Die maak ik ook nou los. Die gaat dus mee, die gaat in de scootmobiel. En ik had hier in Den Helder. Vlog ik er niks mee. Kom pas in Den Haag met deze. Ja, verder vind ik nou hier niet meer nodig. Jullie weten hier de weg al. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook proberen. En het zal zeker goed komen. En veel plezier in alles. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben in Amsterdam, Sloterdijk. En ik zit lekker knus, warm in een hokkie. Met meerdere mensen. Maar die, dat doen we lekker niet. Lekker puur. Maar in ieder geval, het schiet op. Ik moet nou een tijdje wachten totdat de trein komt naar Den Haag. En dan gaan we weer verder het laatste stukje afleggen. En daar tref ik Karin. En dan is het feesten. Ja, feestje bouwen. Dat gaan we doen. Dus zeggen, geniet verder van jullie dag. Tot straks maar weer. Nou, ik sta nou even buiten op het perron. En ik was zo aan het rijden en ik zie iets heel moois. Een soort met van een gedicht. Dat laat ik jullie even meelezen. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen zo. En als jullie het niet konden lezen, nou dan spreek ik thuis even met mijn mobiel in. Lees ik het voor en dat geluid zet ik er gewoon er even onder. Ja, kan altijd. Want nou kwam er ook een trein binnen, dus ik kon nou niet voorlezen. Maar het is een heel mooi gedicht. Vind ik tenminste, maar wie ben ik? Ik ga even een stukje rijden, want het was mij een beetje te benauwd in dat hockey. En ja. Het is vreemd weer. De ene keer is het koud, de andere keer is het warm. Dus ja, heel vreemd. Ik heb Karin al aan de telefoon gehad. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. En als ik wat leuk zie, natuurlijk vlog ik alles. Jullie weten het. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zitten inmiddels in de laatste trein naar Den Haag te wiebelen en te schudden. Dus ja, alles komt goed. Karin die is ook op de hoogte. We gaan er straks gewoon er tegenaan. Ja,
straks nog een stukje rijden naar Karin naar huis. En dan is het feestje bouwen. Ja, ja, ja. Gezellig. We zeggen tot straks. Doei, doei.
Frankrijk, lieve vrienden. Dat kom je in Den Haag tegen. Een ooievaar. Mijn moeder zaliger, die zou zeggen een ooiemoer. Mooi, hè? Echt geweldig. Ja, ik doe je niks, lieverd. Nou, dan ruim ik hem weer even op, want Karin die rijdt daar. Want ik heb de GoPro aan.